Screenshots hebben we allemaal wel eens nodig. Dat kan met het Windows knipprogramma of nog eenvoudiger met de printscreen toets. Maar als je meer wilt kun je beter andere software gebruiken. Deze keer kijken we naar het uitgebreide a Shampoo Snap 2018. En omdat het zo uitgebreid is doen we er twee how-to's over. Ik ben gesurfd naar ashampoo.com. Hier kies je Downloads en vervolgens de categorie Multimedia... En daarna in de laatste kolom, volledige versie licentie gratis. Onderaan kun je Snap 2018 downloaden. Ik installeer het programma. Als je hier doorgaat, accepteer je de voorwaarden. Je moet je registreren door een e-mailadres in te voeren. En een wachtwoord. Het programma is direct actief. Dat zie je aan de kleine balk bovenin. Als je de muisaanwijzer daarheen verplaatst, zie je de hele balk. Hiermee kun je op verschillende manieren een snap maken. Zet de muisaanwijzer boven een knop om te lezen wat je ermee kunt. De eerste knop is al bijzonder. Hiermee kun je een video opnemen. En daarna geef je de instellingen aan. Je kunt bijvoorbeeld een geluidsopname maken met een microfoon. Je sleept rond de video. Als je de opname stopt kom je in de editor. Allemaal leuk en aardig, maar zodra ik op een van de knoppen in de linkerbalk klik, de mouse tools, krijg je de melding dat deze functie alleen in de opvolger beschikbaar is. En die kost overigens 15,99. Bovenaan kun je de clip een andere naam geven. Met de rechterbalk, de actiebalk, kun je de video op verschillende manieren exporteren. Opties met een ster zijn dus alleen beschikbaar in de opvolger. Je kunt wel de video als GIF exporteren. Daarbij kun je het aantal beelden per seconde selecteren. Bij deze instellingen is dit het resultaat. Terug naar de balk. Je kunt ook een scrollend venster opnemen. Klik op de knop en trek een vak rondom het gebied waar je wilt beginnen. Je ziet nu andere balken waarmee je deze snap kunt bewerken. En nogmaals, functies met een ster zijn alleen in de opvolger beschikbaar. Hiermee draai je de afbeelding. Je kunt ook spiegelen. En een effect toepassen. Bijvoorbeeld golven, waarbij je de effectsterkte kunt aanpassen. Of het effect potloodtekening gebruiken. Of inverteren. En hiermee kun je de opnamegrootte veranderen. En met de volgende knop de canvasgrootte. In een volgende how kijken we naar wat andere opties. Tot zover deze eerste how over Snap 2018.